Welkom terug in Hummelo. Ik heb de versie 2 van Hummelo the Game nu bij de hand. Vorige maand heb ik een versie gepresenteerd. Nou, daar zaten nog aardig wat kinderziektes in. Nu zien we al bijvoorbeeld dat de bomen er een stuk beter uitzien. Ze zijn tegenwoordig driedimensionaal. Met mooie barst erop, bladeren. Er zitten nog wel wat witte takken in. Maar dat komt allemaal nog. Dat zijn mijn eerste stapjes met het bouwen van de bomen. We zien ook dat het landschap, nou, dit is iets wat moet gaan lijken op de Van Heekerenweg in beginsel. Dat was vroeger ook een zandweg. Dus dat gaat er allemaal komen. Ook de nieuwste modellen zitten daar weer in. Ja, ten tijde van het publiceren. Dus de allernieuwste zitten er nog niet in. Die zien we weer volgende maand terug. Aan de rechterkant hebben we bijvoorbeeld Garretsen. Die ik afgelopen maand heb bijgewerkt aan de hand van een foto die bij de krent hing. Dus daar zitten we ook nu wel beter. De kerk hier zo, paardenkastanjes voor de deur, staat tegenwoordig netjes op een terp. Hekje eromheen. Kleine details die je toch steeds meer laten leven. Aan de linkerkant zien we voor de krent ook paardenkastanjes staan. Helaas heb ik al ontdekt dat dat niet helemaal klopt, want rond 1900 stonden hier allemaal eikenbomen. De kastanjes zijn pas later gekomen. Vroeger stond ook het witte hekje hier zo. Dat tegenwoordig gietijzer is. Smeedijzer. En het hekje dat stond ook met name omdat de weppel hier zo nog liep. Voordat die eerste deel gedempt was. Dus die zien we hier ook onder de weg door gaan. Nou, dan hebben we aan de linkerkant het huis van Engbers, die we hebben bijgewerkt met een stuk meer detail. En aan de zijkant hebben we ook een aantal ramen kunnen plaatsen met deuren. En als we dan verder lopen, dan zien we aan de linkerkant achter Janssen Venneboer het huis van Maandag verschijnen. Kijk, ik heb hier zo nog geen landschap, dus de zuidelijkant blijkt nog een beetje te zweven. En dan hebben we daar zo in de verte het huis van Maandag, zoals die ook van de week in contact heeft mogen verschijnen. Nou, ik hoop dat jullie nu een beetje een beeld hebben kunnen krijgen van de vorderingen. Volgende maand verwacht ik weer een nieuwe versie te komen met weer nieuwe verrassingen. Ik zie jullie daar.